Hallo. Welkom YouTube. Ik ben Meike en dat is Riley. En samen gaan we hier een adventure doen van het avontuur van Erna. We gaan de geheimen proberen te ontrafelen van Erna. Ik heb het nog nooit gedaan, maar Riley wel. En ik ga het wat uitleg geven. Nou, ik ben al best, ik ben al jaren bezig om Erna te onderzoeken. Dus ik ben nou achtergekomen dat we naar een klokkentoren moeten. Maar wat ik, Erna is eigenlijk een heldin van de city. Krijg je straks ook denk nog te horen. Want straks krijgen we, ik denk dat het dan nog verder gaat. Dus ik zou zeggen, Maaike, aan jou de eer. We gaan op adventure. Ja. Nou, ik zal wel even zeggen, Maaike, kom maar eens mee. Wij moeten hier boven ons, hè, zit die toren. Daar moeten wij opkomen, maar hoe, dat weet ik nog niet. Ik wou vanaf dat springen, alleen dat is te hoog, kijk maar. Vanaf dat torentje naar dit, dat lukt niet. Ik denk dat we hier via de bergen gaan. Ik ga eens proberen, misschien is er iets in Egnas kantoor. Nou, ik denk het niet. Wacht, hint 1. De tijd in het westen weet het. Hier, ga je maar eens opstaan. Die plaat. Zie je dat? Wacht, mijn tekst daar ligt niet aan. Hint 1. Ah, hier, hint 1. Hint 1, de tijd in het westen weet het. Oh, ik weet al waar. We gaan onze hints opschrijven in het boek. Oh. Ja, ga maar eerst even wat we aan het doen zijn in het boek. Want ik zou wel in dat boek zetten. We zijn op een spannend avontuur of zo, maar... Wat was die hint alweer? Die hint was... Even wachten, even eraf. Oké, wacht ze. Oh ja, de tijd in het westen weet het. De tijd in het westen weet het. Voilà. Zo onthouden we onze hint voor als we ze nodig hebben. Dus nu weten we dat we hints kunnen vinden. En die gaan we vinden. Ik heb het al. Die hint, die betekent de tijd van het westen weet het. Kijk daar boven is. Die tijdwijzer, die wijst naar het westen. Dus kom. Waar ben jij? Waar ben jij? Ben je in het... Oh. Kom, we moeten eerst bovenop die berg. Dan kunnen we misschien springen. Maar weet je dat je zeker naar het klokkentoren moet? Ja. Ik ben eigenlijk maar een assistent. Oh, stop. Oh. Rennen, voor de pijlen. Er komen pijlen. Schieten pijlen op ons, jongen. Welk kannibaal. Kom snel op de brug, snel. Hier. Wie doet er dat? Ik kom, baas. Zo, baas, jongen. Ik ben mijn baas. Oh ja, trouwens, mijn skin die kun je vinden bij Skin Editor. Dat is gewoon Indiana Jones. Hey, kijk, deze berg bedoelde ik. Okay. En daarom, ik denk daarom dat ze ook dat padje. Dit begrijp ik alleen niet. Begrijp jij dit, Maaike? Dit is denk ik. Kanon. Ja, dat zou kunnen. Maar hier, kijk, zijn er. Kijk, daar is beneden wat daar staat. De klokkentoren. En hoe? Shit, valstrik! Wow! Hoe bedoel je valstrik? Nou, opeens viel er een blok weg. Ik ga kijken naar misschien een pressplate of zo. Ik ga al naar die klokkentoren kijken. Hier, het westen weet het. Maar het westen is hier. Maaike? Wat? Ik ga dit nog niet doen voordat jij het ziet. Dit is het westen waar ik nou sta. Weet ik. Hier, want nooit op zondag werken. Snap je? Oh. Nee, je bent dood. Ik let al op je stuk. Alleen, Ik jat wel je points. Ja, dat mag. Daar heb ik voor zin in. Hier, doe maar even back. Oh, slash steepjaars. Oh ja, je bent geen builder, hè? Ja, dat is beu.
En daarom ben jij mijn baas. Ik film ook. YouTube? Hij is nog steeds geen mulder, hè? Het is moeilijk. Hij doet het zo goed en nog steeds geen mulder. Maaike. Wat? Kom je? Je moet dit echt zien. Want als je kijkt, dit is het beste. Voor Minecraft dan, hè? En kijk die drukplate. Ik ga erop klikken. Dat is een knop. Oh, de waterleiding. Hier, weer een hint. Oké. Okay. De waterleiding in de café zal de weg leiden. Ja, dus, oké. Okay. Zeg nog een keer. De water. In het café. Zal je de weg leiden. Ja. Oké, okay, kom. Naar het café. Ik weet waar dat café zit. Of eigenlijk weet ik dat ook weer niet. Ah, ik denk dat we wel eens meer over deze stad komen te weten. Alleen, ik geef wel eerlijk toe, het is best een spookstad, vind ik. Want, ja. Shop. Niemand is er, snap je? Wacht. Er is helemaal niemand. Is dat niet raar, of wel? Zeer raar. Er is een knop. Nee. Niets. Nee, dat is niks. Dat is gewoon sier. Maar kijk, er is helemaal niemand. Dat is toch raar? Kom, je moet in het water springen. Kom, wat doe jij? Ik ben op zoek. Ja, maar ik weet waar het zit. Alleen je moet wel op het water springen. Oh, is het geheim of zo? Hé, hey, kom. Nou. Hé, hey, wacht. Zo. Hé, hey, kijk. Hier zit een opening. Hierop, man. Ah, ik kan niks wegslaan, dus. Nee, het kan niet. Ja. Ik weet wel dat er hier ooit een café is geweest dat toen is beroofd. Door de Enderparel. Door de Enderparel die. De waterleiding van de café. Ze moet. Dus ze moeten naar de waterleiding. Oh, en wacht, hieronder. Maar is het toen naar het café? Oh, maar dat is hieronder, denk ik. Oké. Okay. Wat heb ik jou gezegd? Hier, let op. Grand Café. Zo, het is hier verlaten, man. Zie je dat? Het is hier heel erg verlaten. Toch? Ja. Een beetje eng. Hey, kijk, de drukplet. Hier zo. Ik ga... Kom, we gaan naar beneden. Oh, hier moet je eruit stappen. Bij de eerste halte moet je... Kijk, we hebben weer iets. Dit is de waterleiding. Hier eruit. Lees het maar eens. In het begin van de grote eiland. Van het grote heldin. Ze verzamelen een grote groep mensen. En vertrok samen met hun naar een magisch eiland. Samen met haar mensen start ze met een dorp maken op het magische eiland. En als dank noemde haar mensen het eiland naar haar. Eiland. Echt nou. Op een dag bouwde de bevolking een kerk. Pal op het eiland. Als versiering plaatsen mensen een endkristal in de kerk. Welke mooi schitterende en straalde. Tot op een dag een dief met de stoute gedachte de kristal weg probeerde te halen. Nou ben jij, Maaike. Wat vervolgens gebeurde, weet niemand. Tot op het heden is niets. Meer van de bevolking gevonden. Tot op heden is niets meer van de bevolking gevonden. Ook niet van Egna. Egna had wel een boek achtergelaten. Ze was vlak ervoor op zoek naar de geheimen van het eiland. En wist dat het misbruik van de magie kon leiden tot de dood. Zeer gevaarlijk dus. Overal in haar boek verwijst ze naar het getal 7. Weet jij wat ze daarmee wilt zeggen? Durf jij de zoektocht aan? Misschien dat de plaats waar de verdwijningsoorzaak begon. Wacht eens, die kerk, hè? Wat is er mee? Nee, die kerk stond pal op het eiland. Serieus pal, zeggen ze. Toch? Hè? Ja. Dan weet ik al waar die kerk ligt. Oh shit! Nee, help! Ik verdrink bijna, man.
Ja, ik ben er weer. Ja, loop nou eens door, andere kant. Hé, hey, doe die deur niet vol op dicht. Ik trapte per ongeluk op de trashpit. Hier, wacht, ik moet heel even wat eten. Hier, hier naartoe. Verkeerde kant, man. Weet ik. Oh, nee, hè. Wat ga je er niet menen? Kijk eens naar boven. Het wordt donker. Naar ons huis. Als het donker wordt, dat er dan de vloek van Ekna terugkomt. En dat ze dan een bliksemschicht op iemand laat vallen. Dat hoeft niet bij ons. Ons avontuur is voorbij. Ja. Waarom gaan we weer de berg op? Nou, ze zeggen pal op het eiland. En de brug is dichtbij pal op het eiland. Kunnen we niet eerst gaan slapen? Nee, is niet. Hier, daar is de kerk. Tussen de bomen. Goed verstopt, maar oké. U bent slim, baas. Dank je. Jij ook. En we zijn allebei de baas, wist je nog? Ah, oh, ja. Hier, een ingang. Ik kan niet anders in. Ik zal wel even kijken waar ik er anders in kan. Alleen ik zie niks anders. Kijk even goed rond. Ja, ah! Ik ga al naar binnen. Oh, we hadden hier ook gewoon door kunnen kijken. Hier, maar hier moest ergens dat endkristal staan, hè? Anders zou het niet zo gesloopt zijn. Ik denk van binnen. Of alles is verbrokkeld. Hé, hey, boven! Naar boven! Even kijken nog. Hé, hey, alweer een druk. Een drukje. Drukknop. Ik doe hem aan. Teleporting. Het is teleporting. Wat? Kom. Oh, kom. Oh, wacht. Ik weet het. Waar de lianen het hoogst zijn. Lianen zijn hier het hoogst. Waar er geen water is. Nou, hier is water. Dus dan is het hier. Maar hier zijn ook... de poort. Oh, nee, dat meen je niet. Gesloten op het moment, op dit moment, Ambo. Oh. Waarschuw, alleen als je zeker weet dat wat je doet, verheert gebruik van de magie tot de dood, durf je niet aan, ik duw de knop. Doen. Teleporting. Naar begin. Oh. Maar we kunnen nog eens een geheim vinden, wil je dat nog eens? Ja. Wil je het ook kijkers van YouTube? Helemaal opnieuw. Nou... Er is nog een warp. En die heet Rednax. Goed. Dan gaan we dit avontuur voortzetten op de volgende episode. Tot de volgende keer.